Mythisch is ze, niet zelden opgejaagd door journaal en paparazzi. In 1977 overleed ze alleen in haar Parijse appartement. Nog steeds vol van verdriet, zo schrijven de biografen, omdat haar geliefde, de steenrijke Griekse reder Onassis, haar had verlaten voor Jackie Kennedy. Tienduizenden mensen kwamen naar Parijs voor de begrafenis van de vrouw die de wereld had betoverd met haar stem. En volgende week verschijnt deze reusachtige box met daarin alle studio-opnamen van haar tot 1969. We hebben het over Maria Callas. Aan tafel de winnares van het Concertgebouw Young Talent Award. Gisteravond uitgereikt, Letitia Gerards. En haar allereerste mentor, Maartje Rammelow. Twee zangeressen aan tafel over misschien wel, dat zeggen velen, de grootste zangeres ooit. Laten we even naar haar luisteren. Gewoon alleen maar luisteren, want die stem... Ja, Letitia, wat is het dat deze stem nog steeds mensen tot raakt, betoverd? Nog steeds, er was nooit een grotere dan deze dame. Nou, ik denk eigenlijk omdat... Ja, iedereen heeft nu de stem gehoord. En zij heeft zo'n uniek timbre. Eigenlijk kan je haar gewoon uit duizenden gewoon herkennen. Mm-hmm. En zij heeft zoiets iets eigens en zo'n verleden, en dat neemt ze altijd mee in elke rol die ze zingt, in elk stuk dat ze zingt. Jij bent zangeres, jonge zangeres. Denk je wel eens aan haar? Speelt ze een rol eigenlijk in jouw zingen? Zeker. Als ik een nieuwe aria aan het instuderen ben, dan probeer ik altijd verschillende versies naar te luisteren. En bij haar valt het me altijd heel erg op dat ze gaat natuurlijk wel voor de klank, zeker weten. Maar ze gaat vooral voor het personage. Mm-hmm. Ze vindt het zo belangrijk om nou, als je naar haar kijkt, dan zie je niet de sopraan die de noten aan het zingen is. Nee, je ziet het echt, hoe zeg je dat? Ja, het personage de rol zingen. Mm-hmm. En dat is wat me ontzettend aanspreekt. Ja, ze emotioneert Maartje. Dat lees ik dan in de krant. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen, maar ik heb niet zo'n geoefend oor. Ze zingt niet per se misschien als de allermooiste, maar het allerechtst of zoiets? Nou ja, daarom is het inderdaad helemaal niet belangrijk dat je een geoefend oor hebt. Omdat bij haar gaat het niet om de techniek, gaat het niet om de finesse die ze wel heeft. Maar er zijn absoluut, vind ik, zangeressen die misschien technisch beter zijn. Maar zij komt binnen. Uh-huh. Zij komt... het is het personage, maar denk ik meer nog gewoon de emotie van het personage, maar van de tekst en van de muziek, wat de componist bedoeld heeft met die prachtige noten. En ik geloof niet dat er na haar een zangeres is geweest die zo achtervolgd is door journalisten, die echt showbiz was, die als ze in een land aankwam, dan stonden daar gewoon op Schiphol bij wijze van spreken honderden of misschien wel duizend mensen. Dat maakte zij, denk ik, als laatste mee. En het had misschien iets te maken met het leven dat ze leidde als een ster, royalty, Onassis als man, die haar verlaat voor Jackie Onassis. Zij blijft droevig achter, zong nog mooier daardoor. Althans, dat lees ik en dat hoor ik geloof ik ook half. Laten we even kijken naar het leven van Maria Callas. There's no disputing that she was one of the greatest opera divas of all time. She offered me the old repertoire, that is the old Norma staging, which you all saw. She wanted to become Mrs. Onassis. The richest woman on earth. Could you stop for just a moment, please? I've got to catch a plane. En dan komt de ster zelf met haar regisseur Pasolini. Now, do you have any intention to marry Mr. Onassis? No, right now I'm a free woman. I'm very happy to be so. That is why I had to give up this American citizenship, unfortunately. Were you happy to see him marry Jacqueline Kennedy? I would be happy to see him happy under any circumstances. At the end of her life, she became more and more of a recluse. Maria Callas died on September the 16th, 1977. Her sister was the only member of her immediate family present. Ja, zo ging dat toen. Maartje, jij zegt ik wil iets laten zien, en dat gaan we dus ook zien, waarin ze een hoge noot niet meer haalt. Oh jee. En zich daar heel kort met haar hand even voor excuseert aan het publiek in de zaal. En ook toevallig aan de kijkers die... Maar eigenlijk niet excuseert. Eigenlijk zegt ze, shit happens. En dat is zo gaaf. Ik heb die noot niet nodig. Maar dat is het ook. Want het publiek ook tegenwoordig zit zo te wachten op die paar hoge noten en die technische perfectie. Mm-hmm. Maar
een performance die zij gaf, die ging daar niet om. Die ging om de diepte en niet juist om die ene hoge noot. Uh-huh. Jij hebt haar nooit horen zingen, neem ik aan, gezien de leeftijd. Ze was al overleden toen ik geboren werd. Oh, neem me helemaal niet kwalijk. Je bent van na 77 dus. Ja. Nou, we zien, even kijken hoor, de opera is Macbeth. We zien vanzelf wel wat er gebeurt. Die hele hoge noot, dat is er net niet. En dan is het heel kort het handje van shit happens, begrijp ik. Ik dacht een excuus, maar... Toch de vraag aan jullie, als we zagen net haar leven en al die camera's voortdurend. We hebben nu René Fleming, Cecilia Bartoli, we hadden Dame Sutherland, noem ze allemaal maar op. Grote sopraan, hebben dat allemaal niet. Wat was het dat zij dat had? Ik denk dat toen was eigenlijk het live optreden, denk ik, ook heel erg belangrijk. En dat is, ja, zij had zoiets unieks dat zij op het podium stond. En nu met media en camera, ik denk dat dat een groot verschil is. Ja. Nou, en ik denk dat zij ook... Zij wilde ook een it-girl zijn. Zeker. Dat moet je willen. Ze vond het niet net zo belangrijk als de muziek, want ze leefde echt voor de muziek. En dat was ook wat haar zo eenzaam maakte uiteindelijk. Maar dat leventje trok haar ook wel. En dat had Sutherland niet. Mm-hmm. Die bleef liever op de achtergrond. Dus je moet het willen. En ze zocht het op. Oké. Okay. Ja. Even op haar hoogtepunt, Casta Diva, een van de beroemdste aria's in de muziekgeschiedenis. Is het mooist gezongen door haar misschien wel? Ik vind het een hele mooie versie als zij het zingt. Mm-hmm. Ik heb wel eens haar in een interview gehoord. Daar heeft ze gezegd van over het interpreteren van een aria. Dan zegt ze, eigenlijk hoef je niet op zoek te gaan naar het acteren. Je moet luisteren. Want de componist heeft het eigenlijk al voor je gedaan. Mm-hmm. Je moet luisteren met je oren, met je ziel. En nou ja, in het fragment wat we gaan zien, dan zie je echt dat ze het personage zelf is. Oké. Okay. Callas zingt Casta Diva. Ja. Jij bent docenten. Is zijn hulp bij jou? Zeg je wel eens nou zoals Callas het deed? Ik moest eraan denken toen ik hoorde dat Letitia hier zou zitten. Dacht ik, heb ik dat ook aan Letitia gevraagd? Want ik vraag namelijk al mijn nieuwe leerlingen om eens verschillende zangers met elkaar te vergelijken. En dan geef ik een aantal namen op. En dan zingen ze allemaal dezelfde aria en dan kunnen ze eens kijken wat vinden ze mooi aan een interpretatie, mm-hmm, en aan een techniek. En grappig genoeg komen bij jonge zangers is het of je vindt het fantastisch of je vindt het verschrikkelijk. Mm-hmm. Omdat er namelijk ze neemt best wel veel risico in dat zingen om maar dat karakter en die tekst en die emotie te uiten. En dus als je voor technische perfectie gaat, dan zul je dat misschien niet bij haar vinden. Mm-hmm. Maar ga je voor het gevoel en het geraakt worden, dan ben je helemaal bij haar thuis. Vind jij het mooi, Claudia? Ja, het is zo mooi, want ik heb alleen een beetje popzangles gehad. En dan was het contrast altijd. Dat bij pop mag je, ja, als je het emotie maar overbrengt, dan ben je al een heel end. En alles wat ik dan leerde wat klassiek was, was gewoon techniek. Ja. En zij mengt eigenlijk die wereld. Zij is eigenlijk de rockster van de... Dus het lijkt me ook moeilijk als je mensen moet onderwijzen. Maar ze gaat eigenlijk tegen het principe in. Ja, maar ze was volgens mij ook echt wel de eerste die dit deed. En daarom is ze ook wel echt die opera-godin geworden. Ja. De oermoeder. Ik kan soms opera, natuurlijk niet wat jullie doen, maar soms saaier vinden dan... Nou ja, ik ben meer een popluisteraar. Maar bij haar is het nooit... Als je Callas ziet, ben je altijd... Ja. Hangt net als wanneer je niet van country houdt, denk je toch bij Cash. Oh, dit wil ik wel. Ja. Even de andere muzikanten. Nico, Callas? Ja, prachtig. Ja, gewoon, ik heb verder niet echt verstand van, maar het emotioneert me wel. Ja. Paul? Ik ben het met Nico eens. We gaan luisteren naar Tosca. Een mooie rol. Ja, een van de helder rollen. Ik denk dat haar, denk ik, haar signature role is. Ik bedoel, ze heeft er heel veel, maar dit is, en zeker de opname die we nu horen, is volgens mij
62, 64. En dat is volgens mij in Covent Garden ook het moment. En de aria die ze zingt, waar we een stukje van gaan horen, heet Visi d'arte, Visi d'amore. Wat betekent leven voor de kunst, leven voor de liefde. En dat is wat zij is. En ja, je ziet het. Waarom niet? Je zit bijna te huilen. Ja. Ja, je wordt er toch toch... Ja, ik zie het. Je zit echt te huilen. Ja. Als je zo vanuit je ziel kunt zingen, als het gewoon... Dat willen we. Maar je zou zeggen dat je bent aan het studeren om die techniek erin te stampen. En je sluit jezelf op in een studeerkamer om beter te worden en de beste te worden. Maar als je dat niet hebt, dan ben je geen artiest. Ik dank jullie zeer. De box ligt volgende week in de winkel. Meer Callas.